Ik sta hier met Raymond van Kooten, de bedrijfsleider van de nieuwe Hudson's Bay in Almere. Raymond, kun je iets meer vertellen over wat Hudson's Bay de Almere te bieden heeft? Ja, dat kan ik zeker. Wij hebben een fantastische service naast onze kids, heren, women, modem, huisartsen wonen. We hebben ook een warenhuis, biedt de kans om te nuttigen van een kop koffie bij Laplace. Maar vooral zijn we ook bezig met onze wouweffecten en service. Kun je iets meer vertellen over die service? Wat bieden jullie allemaal? Ja, op deze afdeling op de eerste verdieping vindt u de cosmetica. We hebben een speciale treat room. Daar kunnen onze gasten een deel van de dag blokken, waardoor onze gasten helemaal gezichtsbehandeling, make-up kunnen krijgen. Nou is er ook een personal shopper, heb ik begrepen. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, u vindt op de eerste verdieping naast de damesmode en lingerie ook de personal shopperruimte. Onze gast kan daar ook een deel van een aantal uren blokken, waardoor de gast apart wordt genomen en zijn wensenlijst helemaal door wordt genomen. En dan kunnen we op een rustig moment onze gast helemaal aankleden, dat hij er fantastisch uitziet. Nou ondersteunen jullie ook hier de internetbestellingen. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, op de tweede etage hebben we de click-and-collect-ruimte, waar offline en online bij elkaar komt. Onze gasten die online bestellen, kunnen hun pakketje zowel thuis laten bezorgen, ook als in de winkel. Mocht een artikel niet op voorraad zijn, in deze ruimte kunnen direct ook besteld worden online. En nou is er ook iets is aan de kinderen ook gedacht? Ja, absoluut. De kidsetage is op de tweede etage. Daar hebben we natuurlijk ook onze fantastische artikelen. Maar ook een gedeelte ingericht voor de kleinste gasten die daar kunnen gespelen. En ook eventueel leren, een speciale hoek met e-learning. Morgen is de opening. Wat kunnen Almeerders verwachten? Ja, sowieso een fantastische beleving, fantastisch warenhuis. Naast de opening van aanstaande woensdag om 11 uur gaan wij de feestelijke opening doen op zondag vanaf 12 uur. En wat is er dan? Wat is er feestelijk aan? DJ's, natuurlijk heel veel services, heel veel plezier. En zeker trots zijn dat Almere een fantastisch warenhuis erbij heeft.